hielen. Nee, daar langs, door het slijken, door de trek. Ik weet al waar we heen gaan, we gaan naar Howie's huis. Hier heb je de boksal, hij heeft ervoor van Frankenstein. Ik weet op welke kant op, verbaan u niet. Ik ben gewoon een donderbad, gaat niet op die berg, maar wat. Jullie deed makken, we horen toch. Suffe uil, kijk een peer, die peer die heeft geen kleren meer. Uit je mond komt een snoek, die springt in je onderbroek. Pas goed op, kijk goed uit. Oppassen voor die val, en zo glij je uit. Niemand die daar was, we slepen op zo'n slijk en drepen gaan. Naar Howie, daar is zijn huis. Hey, en ik was er het eerst. Hey, ik ook. Oh, ik wist het de hele tijd. Oh, ik dacht dat ik het was. Hey, ben je er weer? Wat gezellig zeg. Oké. Dit weet je nog wel, hè? Je moet je naam in het gastenboek zetten. Ja? Die Stinky is zo geinponem, hij heeft zich weer verstopt. Klik maar in dat rond om hem te vinden. Wauw, dat was leuk. Ik ben dol op verstoppertje. Oh ja, en wat vind je van vliegen? Dolletjes! Wel eens van vliegende eekhoorns gehoord? Nou, dat was een vliegend stinkdier. Oké, laten we even naar binnen naar Stinky gaan. Nou Hans, als je naar je werk wilt, vergeet het dan maar. Het is hier een heksenketel. Er is een vrachtwagen met 60... Opzij, opzij, opzij. Maak plaats. Hey, je bent er. We zijn compleet. Ik, Stinky, Digibot. Wacht, ken je Digibot nog niet? Hey, Digibot, kom hier. Dan stel ik je voor aan. Engeltje. Het is een digitale, ingenieuze robot. Maar we noemen hem Digibot. Alles wat met getallen te maken heeft, zuigt hij onverbiddelijk op. Hallo, een vriend van meester Howard is ook een vriend van mij. Help me even om van deze rekenmachine af te komen. Precies wat ik verwachtte van een onwelriekend knaardier. Onwelriekend? Onwelriekend? Wat is onwelriekend eigenlijk, Howie? Stank. Stank? Stank, vraag je? Stank kun je krijgen. Wow, stinky, kappen. Sarabier, help me. Oké, ophouden jullie twee. En Stinky, zit een knijper op je staart? Dank je, Sarah Beer. Dat is mijn grote zus. Af en toe wat vervelend, maar reuze slim. Hallo, Engeltje. Ik sta klaar om je te helpen tijdens je avontuur. Als je me nodig hebt, klik je op mijn hangertje en kom ik tevoorschijn. Ik laat hem hier achter, oké? Hey, Sarah Beer, help me even om van deze rekenmachine af te komen. Sorry, deze keer niet, Stinky. Kunnen jullie niet even lief samen gaan spelen? Kijk eens naar al die sterren. Hey, dit is de boomhut, hè? Kamers volgestouwd met spelletjes en uitdagingen. Hoogste tijd dus om te beginnen. Ah, het grote rekenavontuur, waarin ik, wij, je door een doolhof van leuke en spannende ruimtes leiden en jij ons versteld doet staan van je kunnen. Terwijl wij, ik de puntentelling bijhoud. Of niet. Op je eigen houtje is spannender. Of niet. Het grote rekenavontuur is echt superspannend. Je zult het zien. Of niet. Je kunt zo iedere kamer in die je maar wilt. Of niet. En laat ons je de weg wijzen door het grote rekenavontuur. Of niet. Ja, daar zou ik ook voor gekozen hebben. Anders ik wel. Dat zeggen jullie altijd. Je bent wel avontuurlijk ingesteld. Volgende halte, de ijsmachine. Alle mensen, je kent Stinky, hij kan echt bergen ijs verstouwen. Ijsbergen dus, om precies te zijn. Ah!
Ik ben dol op ijs. Stinky is dol op ijs. Dit is echt super. Oké. Zie je die blokken ijs? Die hebben we nodig om ijs te maken voor Stinky. Leg hem maar uit, Digibot. Klik en sleep een blok ijs van de bovenste lopende band naar zijn juiste plek op de onderste band. Je moet gewoon getallen in de juiste volgorde zetten. Dit is niet zomerleuk. We hebben ijs vrij. Ben je klaar? Oh nee, de motor heeft het begeven. Gelukkig hebben we nog een noodgenerator. Oh, wat is dat ijs lekker. Heerlijk, ik sta er bol van. Stinky, zou je niet wat aan lichaamsbeweging doen? Klim maar op de fiets. Ja, misschien heb je wel gelijk. Ik moet wel aan mijn figuur denken. Bedankt, Howie. Geen dank, Stinky. Voor jou altijd. Ik loop over van emotie. Pas op, anders loop ik vast. Als het antwoord goed is, krijgt Stinky ijs van de machine. En Stinky is dol op ijs. Howie, ik ben een beetje vol. Ja, we hebben lol. Dit spel wordt echt super deluxe. Druk maar op de rode knop om de machine in werking te stellen. Hey, als ik hulp nodig heb, vraag ik het hem zelf wel. Snap je? Pak van de bovenste band het ijsblok dat past in de reeks op de onderste lopende band. Als je bent wat je eet, is Stinky een ijsberg. Pak van de bovenste band het ijsblok dat tussen de twee genummerde blokken op de onderste band hoort. Ik durf te wedden dat ik weet waar Stinky deze vakantie heen gaat. Naar IJsland! Pak van de bovenste band het ijsblok dat past in de reeks op de onderste lopende band. Stinky, zit je weer te lepelen? Nu is het mooi geweest. Ik heb het gehad. Nee, maar wat een toeval. Wij ook. Kom, we maken een bananensplit. Kom maar naar beneden, Stinky. Denk je dat ik daarin pas? Ja, kom gezellig naast me zitten, makker. Hey, dat is oké. Doe ik toch? Sorry, maar dit schip kan maar een bepaald gewicht aan. Dat klopt, dus doe niet zo gewichtig. Thank you.
volgende halte, pak een paar. Wauw, ik ben dol op showbusiness. En jij? Obstakel gesignaleerd. Daar zit een luchtje aan. Nee hoor, geen probleem. Net als de vorige keer. Zoek de plek waar het getal hoort. Welk cijfer staat bij de duizendtallen? Daar ga je! We gaan op avontuur! Mooi zo. Oké, de camera's worden in stelling gebracht. Spots aan. Jongens, nog 10 seconden tot het begin van het spel. Hey, schaap zijn keel. Doremi. La la la. Nou, waar stinkt hij? Hij komt nu uit de kleedkamer. Ja, op uw plaatsen. Kom op, kom op. Klaar. 3, 2, 1. En actie. Dank u, dames en heren. Welkom bij Pak een Paar. Het spel dat bewijst dat leren rekenen loont. Ik ben uw gastheer, Howie. Tadaa! En nu is de tijd gekomen om u voor te stellen aan mijn lieftallige assistente, Stinky. Kijk nou wat. Oh, Stinky. Staat je enig? Enig? Deze jurk ziet er niet uit. En de schoenen passen er niet bij. Juist, enig. Sarah Beer, ik kan wel wat hulp gebruiken. Sorry, Stinky. Wat hebben ze met je gedaan? Je moet meer lippenstift op. Kijk, dat ziet er beter uit. Dank je, Sarah Beer. Geen dank. Stukken beter, Stinky. En laten we nu met een hartelijk applaus verwelkomen onze speler, Engeltje. Oké, het spel is simpel. Achter ieder vakje zit een rekenvraag. Het enige wat je moet, is de twee vakjes vinden die hetzelfde antwoord hebben en op deze... Gebruik je muis om een vakje te kiezen. Klik met de linkermuisknop om een vakje om te draaien. Misschien bedenkt onze kandidaat zich nog. Gebruik je muis om een vakje te kiezen. Klik met de linkermuisknop om een vakje om te draaien.
Als je een getal van 3 cijfers en een getal van 1 cijfer bij elkaar optelt, is het heel belangrijk dat je de eenheden goed onder elkaar zet. Laten we 4 plus 143 uitrekenen. 3 plus 4 is... Als je de boomhut echt wilt verlaten, klik dan nog een keer op het stopteken. Volgende halte, het waterkanon. Zijn we er al? Meester Howard, we zitten weer met een probleem. Mijn motoren moeten opnieuw afgesteld worden voor we onze reis kunnen vervolgen. Geen probleem. Ik denk niet dat het daarmee lukt. Ik heb namelijk de juiste instellingen berekend. Ze moeten echter met de hand worden ingevoerd door de schakelaars om te zetten. Ja, nu. Misschien kun jij helpen? Eerst moet u deze schakelaar omzetten. Denk eraan, als het niet lukt kun je altijd op Sarah Beers hangertje klikken. Ze houdt ontzettend van aandacht. Probeer het nog een keer. Misschien moet je het nog een keer proberen. Net niet. Probeer het gewoon nog een keer. Kom op, je kunt het best. Misschien moet je het nog een keer proberen. Ik ben voor jou. ...24 min 1 is gelijk aan 23. We kunnen de reis voortzetten. Als u me toestaat, meester Howard... Stinky, zullen we van plaats wisselen? Howie, zal ik het overnemen? Maar, Stinky... Niks te maren. Ik ben hier de spuitgast. Stinky, je bent ook zo'n grapjas. Kom maar op. Gebruik je muis om te richten en je linkermuisknop om te vuren. Samen komen we er wel. Oké, geen probleem. Dat was de bedoeling. Thank you.
Mooi schot. Je bent een natuurtalent. Dat was een makkie. Heel mooi gemikt. Ik wil de waterpret niet bederven, maar ik heb het hier wel gezien. Laten we hem smeren en een ander spel gaan spelen. Volgende halte, de grote wijzer. Bij dit spel verlies je de tijd niet snel uit het oog. Obstakel gesignaleerd. Daar zit een luchtje aan. Nee hoor, geen probleem. Net als de vorige keer. Zoek de plek waar het getal hoort. Welk cijfer staat bij de duizendtallen? Ik ben voor jou. Dat zei ik toch? Simpel. Wauw, het is ons gelukt. We zijn er. De grote wijzer. Wow, vleermuizen. Hoor ik daar een klok slaan? Oh, Stinky, je weet toch dat ze net zo bang voor jou zijn als jij voor hun bent? Nee, dat weet ik niet. En ik kan altijd de rommel achter jullie opruimen. Moet je niet naar mij kijken? Oké, ik weet er wat op. Als jij nou de getallen en de wijzers weer op de klok zet. Dat is een makkie. 10 12 11 Bijna goed. 1 2 3 Goeie zet. Precies op tijd. 4 5 6 Ja! Yeah! Je bent wel Pinter. Je bent zeker wel bij de tijd, hè? 7 8 9 Zoals het klokje thuis tikt. 10 Waarom laat hij me steeds vallen? 12 Nog een keer. 12
12, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 over 10 ochtends. Klik en sleep de cijfers op mijn scherm naar de klok. Oh, vergeet de minuten en de urenwijzer niet. Grote wijzer. Oké, dan. Oké, super. Kunnen we nu ook even de rest zien? Hola, grote, vunzige, vieze vriend van me. Meester Howard, ik ben aangesloten en klaar om te testen of onze klok gelijk loopt. Oké. Zie je de tijd op Digibot scherm? Nou, je moet de klok gelijk zetten met de klok van Digibot. Dat kun je best. Als je de tijd hebt ingevoerd, klik je op de knop op het podium. 7:30 ochtends. 11:30 ochtends. Als je de tijd hebt ingevoerd, klik je op de knop op het podium. We hebben geen haast. Neem de tijd. Nou ja, neem de tijd. Kies de tijd. 10:30 ochtends. Denk eraan, de kleine wijzer wijst het aantal uren aan en de grote wijzer wijst het aantal minuten voor of over het uur aan. 10:30 ochtends. Blijf het proberen. En denk eraan, het is komkommertijd. Wat betekent dat? 10:30 ochtends. Als je een tip wilt, kijk dan links naar de digitale klok. 10:30 ochtends. We hebben geen haast. Neem de tijd. Nou ja, neem de tijd. Kies de tijd. 10:30 ochtends. Denk eraan, de kleine wijzer wijst het aantal uren aan en de grote wijzer wijst het aantal minuten voor of over het uur aan. 10:30 ochtends. Zes voor 11:30 'smiddags. Blijf het proberen en denk eraan, het is komkommertijd. Wat betekent dat? Als je de boomhut echt wil... Volgende halte, de kometenknaller. Zijn we er al? Meester Howard, we zitten weer met een probleem. Mijn motoren moeten opnieuw afgesteld worden voor we onze reis kunnen vervolgen. Geen probleem. Ik geloof dat het probleem te overzien is. Ik heb namelijk de juiste berekening gemaakt. Die hoeft slechts met de hand te worden ingevoerd om mijn motoren weer aan de praat te krijgen. Ik geloof dat hij tegen jou praat. Dat klopt. Eerst moet u deze schakelaar omzetten. +3 is gelijk aan 33. Motoren klaar voor vertrek. Wacht op uw order. Meester Howard, we hebben de atmosfeer van de aarde achter ons gelaten en bevinden ons in de ruimte. De ruimte? Wat een ruimte hier! Ah, tijd om even rustig tot mezelf te komen. Alarm, alarm, ruimtemijnen, ruimtemijnen. Ruimtemijnen! Geen reden tot paniek. We kunnen de stinkcabine gebruiken om de mijnen op te blazen. Inderdaad, je bent aan zet, Stinky. Je moet verder stinken dan je ooit gestonken hebt. Echt waar? Stinkcabine klaar om te vuren. Je moet maar denken dat het je eigen ruimteschip is, Stinky.
Oh, oh, ah, oh, oh. Noem je dit een ruimteschip? Stinky, niet zeuren over de stinkcabine. Stank voor dank. Wauw, dat was goed. 3 keer stinken in 1 zin. Digibot, vergroot het scherm. Jij moet Stinky helpen om de mijnen op te blazen. Om de mijnen te vernietigen moet het getal op de mijn gelijk zijn aan het getal op de stinkcabine. Als je iets bij het getal op de stinkcabine moet optellen, schiet dan op de blauwe kometen. Als je iets moet aftrekken, schiet je op de rode kometen. En kijk uit, als de stinkcabine een mijn of een komeet raakt, komt de stinkcabine weer op 0 te staan. En valt Stinky flauw. Oh, je bent zo grapjas, Stinky. Kom op, schieten. Ik voel me als een ingeblikte sardine. Met uw welnemen, zo ruikt u ook. Klaar om te vuren. Geen gezwam in de ruimte. Blaas die kometen op. Hey, hou je hoofd erbij. Probeer te mikken voordat je schiet. Als je iets bij het getal op de stinkcabine moet optellen, schiet je op de blauwe kometen. Je kunt de kometen neerschieten als ze langs vliegen. Erbij blijven? Niet erin? Pas op, dat scheelde een haartje. Als je iets bij het getal op de stinkcabine moet optellen, schiet je op de blauwe kometen. Zo warm en toch. Je krijgt nog een kans. Cool, hè? Klaar om te vuren. Hey, laten we knallen. Hey. Dat was nog eens spannend. Moet jij zeggen. Ik ben degene die hier op kometen knalt. En, met je welnemen, je doet het super. Kom maar binnen, Stinky. Digibot, zet het scherm op normaal. Mooi gedaan, Stinky. Heerlijk om weer even de ruimte te hebben. Makkelijker gezegd dan gedaan. Trouwens, onze opdracht is volbracht. Ik voer nu de coördinaten in voor de terugreis. Waar zouden we zijn zonder Digibot? En zonder jou? De volgende halte, de balkbreker. Hindernis gesignaleerd. Oh nee, niet alweer. Dat is geen hindernis. Het is weer tijd voor vraag en antwoord. Haal de hendel over, zodat de lezer het antwoord op Digibots vraag kan laten zien. En de vraag is... Welk cijfer staat bij de duizendtallen? Yeah.
toch? Simpel. Hey, mijn nieuwe sauna. We zijn al bijna over de helft. Ja, maar zonder jouw hulp, ja. Waar slaat dat op? Zo'n muur bouw ik nog als ik in de staartboeien zit. Tenminste, als jij me een handje helpt, Engeltje. Zo gaat hij goed. Stinky, ouwe jongen. Ik ga achter het stuur zitten. Bedankt, Howie, makker. En ik kan het vuile werk doen. Daar ben je in ieder geval voor opgeleid. Ik trek zo je stekker eruit. Die kun je niet eens vinden. Digibot, help ons eens even een handje. Ik ben bang dat ik geen handen heb, meester Howard. Maar toch zou hij kunnen laten zien hoe de balken gehakt en gelijmd moeten worden. Waarlijk een eitje. Inderdaad, Berend stelde voor dat ik de werking van de balkbreker zou verklaren. Met de pijltjes toetsen kies je een breuk. Om te hakken en te lijmen, klik je op de hak- en de lijmknop. Je kunt ook de liniaal naar de plek slepen waar Stinky staat. Ben je klaar met hakken, klik dan en sleep het stuk naar zijn plaats. Oké, ik ben er klaar voor. Thank you.
Ah, ik heb het kunnen inhouden. Achoo! Iemand zei ooit, je kunt altijd op me bouwen. Waarop bouwen? Tja, dat vraag ik me nog steeds af. We gaan sluiten. Wauw, dat was leuk. Stinky, je gaat een zonnige toekomst tegemoet. Bij een bouwbedrijf? Nee, bij een sloopbedrijf. Terug naar de bibliotheek. Ah! Wauw, daar heb ik van genoten. We hebben het hele rekenavontuur achter de rug. En dat allemaal omdat jij zo slim bent. Inderdaad, u heeft het goed gedaan. Nooit gedacht dat je zo slim was. Goed werk. Slim, super slim. Je bent een super slim. Je hebt het helemaal goed gedaan. Alles allemaal. Alpha, Bob en Howie. Zelfs een vriendje Stinky. Ze geven je de bokaal. Slim, super slim. Je weet het allemaal. Het laatste wat we zeggen is, jij bent geniaal. Of niet. Als je daarop klikt, kun je in de boomhut overal naartoe. Aan jou de keus. Wat zei je daar, kleine druif? Als je hier weg wilt, klik dan op het stopteken. Wil je echt... Als je de boomhut echt wilt, nog een keer op het stopteken. Je bent een super slim. Je hebt het helemaal goed gedaan. Alles allemaal. Zelfs een vriendje Stinky, ze geven je de bokaal. Slim, super slim, je weet het allemaal. Het laatste wat we zeggen is, jij bent geniaal. We vinden je fantastisch, we vinden je...